Kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we wel wat wolkenvelden, maar niet veel. Maar deze satelliet ziet niet alles, want de laaghangende bewolking daar heeft hij moeite mee. Die is er wel degelijk en uit die laaghangende bewolking valt vanochtend hier en daar ook een enkel buitje of wat lichte regen. Er is ook wat ruimte voor de zon vooral in het zuidoosten en noordwesten van het land. De temperatuur loopt vandaag nog steeds behoorlijk op. 18 tot 21 graden wordt het in de loop van de middag wat meer ruimte voor de zon, lokaal nog een buitje en vrijwel geen wind. Vanavond is het dan droog en dan winnen de opklaringen langzaam wat terrein. De wind draait naar het zuiden tot zuidoosten, stelt eigenlijk nog steeds heel weinig voor. Ook morgen een zwakke tot matige wind uit zuid- tot zuidoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, hier en daar uiteraard ook wel wat wolken. Het blijft droog en de temperatuur is nog altijd hoog, 19 tot 22 graden maar liefst. Ook zaterdag nog hoge temperaturen met vooral in de ochtend veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag van het westen uit meer bewolking en in de avond in het westen al wat regen. Ook zondag kan er nog wat regen vallen, net als maandag. Een enkele bui. Temperaturen doen een duidelijke stap terug. Zondag en maandag 15 tot 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.